Rachel. Ja, precies. Jouw derde roman. Mijn derde roman, inderdaad. Ik ben gedebuteerd 6 jaar geleden met De Kabbalist. En daarna kwam De Geheime Newton en nu is mijn nieuwe boreling bijna geboren, ja. Wat is het voor een boek geworden? Het is een mystiek, spannend, romantisch en ik hoop lustig boek geworden. Een zinnelijk boek die spat van vitaliteit, van drift, van verlangen, seksualiteit, hongerigheid, mensen die worstelen met de liefde en af en toe ook een vreten boek en ook een boek waarin bepaalde oude geheimen uit de verborgen kerkgeschiedenis ontraadseld worden. Kun je heel in het algemeen, zonder nou precies het verhaal na te vertellen, iets over de inhoud zeggen? Ja, het verhaal gaat over een 17-jarig meisje die opgroeit in Praag bij haar vader, een man die een wijnhandel heeft en die haar alleen opvoedt omdat zijn vrouw bij de bevalling overleden is en die daardoor ongelooflijk overbeschermend is, die haar niet kan loslaten en niet wil eigenlijk dat ze volwassen wordt, terwijl in haar de hormonen ongelooflijk opspelen en haar drang om het leven te ontdekken bijna niet te temperen is. En natuurlijk gebeurt het onvermijdelijke. Ze wordt verliefd op een leuke jonge man die bij haar op de winkel komt. Tot groot verdriet en ergernis van de vader die haar nog meer probeert in te perken. En dat loopt zo uit de hand dat ze uiteindelijk van huis moet weglopen eigenlijk. En in de handen terechtkomt van een helse priester, een katholieke priester die een heel ambitieus plan heeft om eigenlijk de hele kerk te hervormen, om een soort van nieuwste testament te schrijven. En waarbij hij Rachel nodig heeft om dat nieuwe geloof te introduceren, om haar eigenlijk als moeder gods, de nieuwe moeder gods te lanceren en de nieuwe Messias te laten baren. En die gaat ervoor over lijken. Wat brengt je bij zo'n gegeven? Ik wilde, nadat ik De Geheime Newton had geschreven, wat een heel waarbij ik me erg rationeel heb moeten inzetten om proberen die grote Newton te vatten. Iemand die ontzettend bekend is van wiskunde en fysica en zwaartekracht. Terwijl ik wel zijn esoterische kant net wilde beschrijven, maar goed, daarvoor moest ik ook die andere kant bestuderen. En dus 2 jaar lang had ik eigenlijk ongelooflijk in mijn hoofd geleefd, heel veel moeten denken om nog maar proberen een glimp te vatten van dat genie. Omdat het moeilijke materie is? Ja, precies, ja. Ja. Die andere materie die is me wel vrij vertrouwd, die mystieke kant, maar bij hem waren die twee kanten onlosmakelijk verbonden en dat wilde ik ook net laten zien in dat boek, dus ik moest me ook in die wetenschappelijke kant van hem verdiepen. En gelukkig heb ik ondertussen van heel veel professoren gehoord en gelezen dat ze zelf Newton eigenlijk niet snappen, dus het is helemaal geen schande dat dat voor mij eigenlijk ook een onbegonnen taak was, maar je probeert toch iets van die obsessie van zo'n man vast te krijgen. En dus ik heb 2 jaar echt mijn hersenen geteisterd, de grenzen van mijn eigen intellect moeten verkennen. En daarom had ik daarna zin om een zinnelijk boek te schrijven. Een boek over levenslust en lichamelijkheid en seksualiteit. En ik wilde terug in mijn lijf letterlijk ook zakken met dit boek. En ik wilde een verhaal over de liefde schrijven. Dat was dus het eerste motief. En het tweede motief was dat ik geef heel veel lezingen overal in het land. En er komen prachtige vrouwen op mijn lezingen. Dus alle mannen die kijken, die op zoek zijn naar een vrouw, komen vooral naar mijn lezingen toe. Maar wanneer mensen een boek bij mij laten zien, dan vraag ik altijd van, goh, wat is je grote wens of wat is je grote droom? En het viel mij op dat bijna 2/3 van die ongelooflijke prachtige vrouwen, en ook prachtige mannen trouwens, allemaal eigenlijk dezelfde grote wens hebben, mijn zielsverwant ontmoeten. Dat ik echt verbijsterd was van, hoe kan dat in godsnaam, dat zulke mensen die volmaakt in het leven staan, die er goed uitzien, dat die alles hebben, behalve die ene man of vrouw die dat hun leven compleet maakt. En ik wilde eigenlijk op zoek gaan naar de wetmatigheden van de liefde.
Omdat ik niet geloof dat liefde een speelbal is, waarbij het je overkomt, waarbij je de ene keer geluk hebt en de goede treft en dan weer pech hebt en op de verkeerde valt. Maar dat je dat ook voor een groot stuk zelf kunt in de hand hebben en dat er criteria voor moeten zijn. En dus ik ben in de Want dat was je gevoel op dat moment of je idee dat zich gevormd heeft in die ontmoetingen met die vrouwen? Of is dat een conclusie die je in je eigen leven hebt getrokken? Ja, voor mezelf heb ik het geluk om een prachtige vrouw ontmoet te hebben die ik met volle overtuiging mijn zielsverwant kan noemen. En door dat ik natuurlijk al jaren bezig ben met te verdiepen in onderwerpen als Kabbala en dergelijke, ben ik daar natuurlijk ook al veel wetmatigheden over dat soort onderwerpen tegengekomen. Maar als ik je goed begrijp, dan heb je het over de regisseerbaarheid van de liefde, toch? Tot op zekere hoogte blijft natuurlijk de ontmoeting, die valt niet te regisseren. Maar de omstandigheden vallen wel te regisseren. En ik merk vaak, als ik dan die mensen uitgebreider erover spreek, dat ze, hoe bewust ze ook met alle terreinen in hun leven omgaan en hun beleggingen en noem maar op, dat heel hun leven hebben ze onder controle. En alleen die liefde, daar zijn ze hulpeloos in. Dat lijkt me iets van, god, dat moet maar gebeuren. Dat moet maar uit de lucht vallen. Maar wat bedoel je met de omstandigheden zijn te beïnvloeden of hoe zei je het zo even? Heel eenvoudig gezegd. Zielsverwanten, dat zijn mensen die dezelfde levensmissie hebben, die dezelfde hogere doelen hebben, dezelfde idealen hebben, die dezelfde grote droom hebben. En dus is het eigenlijk heel logisch dat je een zielsverwant altijd in de nabijheid ontmoet van de dingen die je boeien, waar je hart van opleeft, van je passies. Eigenlijk dus hoef je allemaal niet van die gekke dingen te doen, van profieltjes op internet te maken, van dat je van strandwandelingen houdt en bij het vuur graag een glas wijn drinkt. Ja, leuk, maar dat vinden we allemaal vroeg of laat wel eens leuk. Want het gaat om de wezenlijke dingen. En die wezenlijke dingen die liggen zo vlakbij, dat als je die maar als je die eerst zelf ontdekt hebt, want dat is vaak het probleem dat mensen niet hun werkelijke eigen passie ontdekt hebben, maar als je je passie leeft, dan is het onherroepelijk dat je in die omgeving van die passie je zielsverwant gaat tegenkomen. Maar dat is, met alle respect, maar het is nog steeds een beetje abstract. Kan je een concreet voorbeeld misschien wel uit je eigen leven geven? Over zielsverwantschap bedoel ja, je? Of, ja, het wezenskenmerk van die ziels. Jij zegt die zielsverwantschap, die tref je aan rond grote onderwerpen van het leven. Ja. Ja. Wat is een voorbeeld van zo'n groot onderwerp? Ja, toen Christine en ik elkaar ontmoetten, toen begon dat gesprek tussen ons tweeën. En het bleek meteen dat op alle dingen die mij passioneerden, literatuur, schrijven, journalistiek, theater, dat al die dingen waar ik nachtenlang me over kan opwinden en waar ze me midden in de nacht van mogen wakker maken en waar ik me vuur uit de sloffen voor loop, dat zij dat precies zo had. En dat we meteen in een gesprek terechtkwamen dat niet meer stopte. En dat je dan terechtkomt in daar afgeleide van wat je boeit en waar je je druk over maakt, waar je kwaad over bent en wat je anders wil in de wereld en in je eigen leven. En wanneer diezelfde drift aanwezig is, dat gesprek nooit meer stopt, dat je het gevoel hebt van ik kan met jou echt weken, maanden, jarenlang dit gesprek verder zetten. Dat is het gevoel van zielsverwantschap. Maar wat veel mensen die verwarren liefde met lust en veel mensen die kunnen nachten, maandenlang met elkaar vrijen en ongelooflijke seks met elkaar hebben. Dat kan heel leuk zijn, maar in wezen heeft dan niks met zielsverwantschap te maken. En dat is een verwarring die er dikwijls is, dat men die fysieke aantrekkingskracht verwart met wat drijft je ten diepste. En een van de tips die ik eigenlijk ook altijd geef, en die Christine en ik trouwens ook zelf toen niet bewust, maar achteraf de gouden tip eigenlijk was van ga nooit de eerste 4 weken op zijn minst met elkaar naar bed. Want vanaf dat moment, dan wordt dat natuurlijk een ongelooflijk terrein, een ongelooflijk aspect om te ontwikkelen, waardoor eigenlijk al die andere terreinen die je met elkaar uit te zoeken hebt en af te tasten hebt, dat die naar de achtergrond verdwijnen. En dan wordt ineens die seks het primaire onderwerp. Terwijl als je een maand lang naar iemand ongelooflijk verlangt, maar toch voldoende geboeid bent om dat gesprek te blijven verder zetten, nou dan ben je al een paar gevaarlijke stations gepasseerd van, god, dit is meer dan dat ik haar gewoon ongelooflijk lekker wijf vind.
We kwamen erop doordat ik je naar de inhoud van het boek vroeg. En je zei, ik wilde een exuberant, even in mijn eigen woorden, exuberant boek schrijven over de liefde. En ik kom vrouwen tegen op die, tijdens die lezingen. En die wilde je wijzen op, die wilde je tips geven. Mm-hmm. Toch? Ja, tenminste niet belerend van, zo zit de liefde in elkaar. Maar aan de hand van een roman, aan de hand van een verhaal waarvan ik hoop en denk dat veel mensen zich daarin kunnen herkennen. Maar ook een verhaal waarin religie of religiositeit ook een belangrijke rol speelt. Ja, dat is absoluut. Hebben die met elkaar te maken? Voor mij zijn religie en seksualiteit onlosmakelijk verbonden met elkaar. Ja, ik vind religie ongelooflijk erotisch. Ik heb zelf een katholieke achtergrond. Ik kom uit Vlaanderen, waar de meeste mensen katholiek opgevoed zijn. En net doordat er een ongelooflijke beladenheid en taboe op seksualiteit rust, in het katholieke en eigenlijk in het christelijke in het algemeen natuurlijk, wordt het ook ongelooflijk spannend, wordt het iets verboden, wordt het de verboden vrucht. En daar heb je een heel intens spanningsveld tussen, waarbij eigenlijk net die seksualiteit veel rijker wordt door het verboden aspect. Waarbij ik niet wil pleiten dat we terug allemaal met dogma's en zondegevoel en dergelijke mensen zou willen opzadelen. Want dat heeft heel veel mensen ook buitengewoon ongelukkig gemaakt natuurlijk. Absoluut, ja. En tot uitwassen geleid die dat we nu elke dag in het nieuws zien uiteraard. En die ook zijdelings in het boek voorkomen van pedofilie en dergelijke natuurlijk. Ik heb zelf een tante nonneke. In België, dat is een tante die non is, waar ik een hele intense band mee had. En op het eind van haar leven had zij een hersenbloeding gekregen. En dus daardoor was eigenlijk alle taboe en elke censuur weggevallen uit die hersenen. Het leek alsof er een schot uitgetrokken was. Ze had geen schaamte meer. Precies, ja. En toen kwam er taal uit die je echt in heftige films niet ziet. Ineens kwam al die fantasieën, die beelden die ze een heel leven lang achter haar vroomheid had moeten verbergen. Die kwam eruit als een fontein werkelijk. Dat echt iedereen in shock was van wat leeft er allemaal in zo'n mensje. Want ze was toen al hoogbejaard uiteraard. En dat is natuurlijk de andere kant daarvan. Maar tegelijkertijd, in oorsprong, was die beladenheid er ook helemaal niet in religie. Integendeel, zowel in het Jodendom als in het Christendom zelfs, en met name natuurlijk ook in het Hindoeïsme, is seksualiteit altijd een wezenlijk onderdeel geweest van religie, van het leven vieren. Was dat de levenskracht waar alles uit ontstond. En vruchtbaarheid. Ja, precies, ja. En ook het verlangen, dat alles uit verlangen voortkomt, alles wat je wilt neerzetten in deze wereld. Maar als het gaat om de relatie die jij ziet tussen religie en seksualiteit, zeg je, het heeft voor een deel ook met de verbodende beperkingen te maken. Dat is waarbinnen ik opgegroeid ben. En waar ik me ook ongelooflijk tegen verzet heb en waar ik me ook ongelooflijk gefrustreerd in gevoeld heb. Ik ben tot mijn 15e naar jongensscholen gegaan in Antwerpen, in een uniformpje. En meisjes, dat waren godinnen voor ons. Daar hadden wij geen contact mee, daar hadden wij geen idee van hoe je daarmee moest omgaan. Dus het heeft voor heel veel frustratie en ellende ook gezorgd. Maar ik denk net door die hang-up ben ik nu dieper gaan graven van, is dat eigenlijk altijd zo geweest of is er gewoon ontzettend veel weggesneden en ontzettend veel gecensureerd en anders verteld dan dat het in oorsprong was? En was het voor mij een verbijsterende ontdekking dat dat inderdaad zo is, dat eigenlijk alle religie in essentie ongelooflijk belang aan seksualiteit hecht en dat als vitale levenskracht zit. Maar jij laat een van je hoofdpersonen in jouw boek zeggen, ik parafraseer even, ik kan het niet letterlijk citeren, dat alleen via de weg van vereniging, lichamelijke vereniging, genade mogelijk is. Ja, ja.
Ja, de seksualiteit, dat eigenlijk heilig is en dat je niet dichter bij God kunt komen, en wat God dan ook is, is een blade term, maar noem het liefde, de inzicht in het leven, maar dat je niet dichter bij het begrip van wat werkelijk de essentie van het leven is, van het vieren van het hemelse is, dan in seksualiteit. En ik denk dat we dat ook gewoon allemaal kunnen onderschrijven. Natuurlijk niet iedere keer dat we met elkaar naar bed gaan, maar dat we allemaal momenten hebben gehad van zulke intense eenwording, dat we weten van het leven kan nooit mooier en beter zijn dan wat ik nu op dit moment met jou beleef. Dat dat een hemelse ervaring is. En dus in die zin is het de absolute genade, ja. Waar komt jouw religieuze belangstelling vandaan? Waar wortelt die in? Uit die katholieke achtergrond heel duidelijk. Maar daarvan kan ik bijna alleen maar daarbij bedenken dat je dat die afkeer mobiliseert of tegenzin. Ja, ja. Ja, dat is ook absoluut een aantal jaren aan de hand geweest. Dat ik echt niks met al dit soort onderwerpen te maken wilde hebben. En echt overtuigde atheïst die het allemaal onzin vond en belachelijk. En dwazen die wel met dat soort onderwerpen bezig waren. Heb ik een heel heftige tijd inderdaad in gehad. Maar op een bepaald moment kwam ik in elk geval, en ik denk uiteindelijk de meeste mensen toch, dat je een aantal vragen van het leven, dat je daar niet komt met alleen rationaliteit, met alleen logisch denken, met alleen een soort van levenshouding van alleen wat er is, is er. Maar dat je tot grote vragen komt over. Kan je dat moment aanwijzen in de tijd? Dat is een goede vraag. Nou, het meest intensief is dat eigenlijk gebeurd toen mijn dochter geboren werd. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik daarvoor ook al terug die belangstelling kreeg. Maar een dochter die geboren werd en enkele maanden daarvoor was mijn schoonvader gestorven met wie ik een intense band had. En dat zijn zulke ervaringen die het leven overstijgen. Dood, geboorte, liefde, immense ontroering. Dat je niet anders kunt dan je cynisme laten varen. Dat je weet van het leven moet een hogere bedoeling hebben dan hier maar een beetje stoer rondlopen en je ding te doen. Dit is te ontzagwekkend om zomaar iets te zijn. Dit meisje wordt niet zomaar bij ons geboren. Ook de blik van Zonneke toen ik voor het eerst in haar ogen keek, dat was meteen herkenning, een wezentje dat echt terug thuis kwam bij mij. Maar terug thuis kwam? Ja, ja. Ja, we kenden elkaar. En dan niet in de zin van vertrouwd, maar werkelijk een blik waarbij je als een goede vriend 30 jaar niet gezien hebt en terug tegen het lijf loopt. En ook een gelijkwaardige blik, niet van vader en dochter, maar van twee mensen die veel met elkaar altijd gedeeld hebben. En dat zijn dan overrompelende gevoelens die aan het denken zitten en die je nieuwsgierig maken. En die mij weer op die weg hebben gezet van het leven in dat soort aspecten te gaan onderzoeken. Dus als ik je goed begrijp, dan is die religieuze belangstelling is eigenlijk van tamelijk recente datum. Je hebt een jonge dochter. Ja, 8 jaar, ja. Ja. Dus die fascinatie is er nog maar kort. In deze obsessionele vorm is die er eigenlijk 8 jaar, precies zou je kunnen zeggen, op de kop af. Zeg je voor de grap obsessioneel of is het werkelijk iets dat je in beslag neemt? Het is iets dat me in beslag neemt. Het is ook de drijfveer voor mij om te schrijven. Ik vind schrijven ongelooflijk leuk, maar hoe dan ook blijft het een middel om mij vrije tijd te geven om me in deze onderwerpen te kunnen verdiepen. En wat ik daarin ontdek in die onderwerpen, daar ben ik zo vol van dat ik ze wil delen. Maar dan niet in saaie werkboeken van jongens, zo zit het leven in elkaar. Maar waarbij ik de spannende verhalen probeer erbij te zoeken als voertuig om die ontdekkingen te kunnen delen. En wat brengt het je, die zoektocht?
Ja, iedere keer toch zoals een ui die afgepeld wordt, iedere keer toch het gevoel te hebben van iets duidelijker te weten hoe het leven werkt, waar het om gaat, wat werkelijk belangrijk is, te groeien als mens zijnde en tegelijkertijd ook weer bewust te zijn van al die keren dat je iedere dag op je bek gaat. Ik voel me dikwijls Alice in Wonderland, die voortdurend in een schatkist allemaal juwelen aantreft en dan... Maar het zijn ook, ik kan begrijpen wat je zegt, maar het zijn ook abstracties, hè? Oké. Ja, voor mij zijn ze niet abstract. Dichter bij de kern van het leven, dus de zin ervan, de... Ja. Vind je antwoorden bijvoorbeeld op vragen waar je mee leefde? Ja, ja. En dikwijls zijn die antwoorden eigenlijk ongelooflijk eenvoudig, maar heb je toch, of heb ik tenminste, een ongelooflijke omweg nodig gehad om daartoe te komen. Maar kun je eens een voorbeeld geven van zo'n vraag? Die jou bezig hield en die je door het studeren en door de obsessie beantwoord geraakt is? Jazeker, ja. Ja. De grootste vraag, denk ik, die ieder mens zich stelt, is wat is de zin van het leven? Waarom zijn we hier op deze planeet? En daarvoor is het antwoord dat ik gekregen of gevonden heb in die oude filosofieën, dat we hier zijn om de beste vorm van onszelf te worden. Dat we hier gekomen zijn met een bepaalde missie, met een bepaalde mix van eigenschappen, talenten, karaktertrekken, waarbij dat er iets is dat wij alleen kunnen doen door die unieke combinatie die zo uniek is als ons DNA. En dat we dat moeten ontwikkelen tot goud, tot iets dat onszelf overstijgt en waardoor dat we onze steen nalaten wanneer we weer van deze planeet afstappen, dat we hier niet zijn voor ons eigen pleziertje en voor ons eigen gezinnetje en van goh, als wij het maar voor elkaar hebben, dan houdt daar de wereld op. Dat we hier allemaal iets te brengen hebben op deze planeet en dat daar ook de werkelijke vervulling zit van een mensenleven. Van, je de mag taak. Ja, ja, en de bijdrage, het verschil dat je maakt in andere mensen hun leven. En ik denk dat iedereen dat ook herkent van de allervoldaanste momenten zijn altijd momenten dat je iets voor iemand anders kunt betekenen, hoe klein of hoe groot het ook is. Dat je gewoon iemand hebt kunnen helpen met iets en dat je ziet van die heeft daar werkelijk wat aan. En dat kan heel bescheiden zijn en dat kan ontzettend groot zijn als moeder Teresa. Maar mensen die uitsluitend leven voor de bevrediging van hun eigen behoeften, dan merk je toch altijd chagrijn bij van hoe rijk ze ook zijn. Daar zit de vervulling niet in. En is daarin voor jou de Bijbel leidend of het christelijke geloof leidend of... Is daarin iets anders leidend? Mijn inspiratie... Bepalend, bedoel ik dan? Hè? Ja. Mijn inspiratiebron is de Kabbala, maar ik zal mezelf nooit een kabbalist noemen. Misschien even voor mensen die het niet weten wat de Kabbala is, uitleggen. Ja, de Kabbala is een Joodse mystieke leer. En die gaat eigenlijk op zoek naar de betekenis achter de letterlijke Bijbelverhalen. De Kabbala zegt er zelf over van je moet eigenlijk die verhalen zien als een soort van mooi gewaad, een soort van sprookjesvorm. En als, je moet de bruid, ze noemen de Torah of het Oude Testament een bruid, die moet je eigenlijk ontkleden. En in die naaktheid, daar zit de werkelijke betekenis van al die verhalen. En dat was voor mij ook, dat ik altijd die verhalen, ik begreep er eigenlijk nooit iets van, die verhalen uit het Oude Testament, die was waanzinnig en vreed en dat ik dacht van welke inspiratie moet een mens daar in godsnaam uithalen. Terwijl die Kabbala eigenlijk bijna op een wetenschappelijke manier die verhalen gaat analyseren. En dat is iets, een proces dat al duizenden jaren door rabbies aan de gang is, die dat generatie na generatie doorgeven aan elkaar. En ja, uit die inzichten die zij distilleren, daar verbaas ik me nog dagelijks over, dat ik iets heb van zo helder en concreet, dat het leven inzichtelijker wordt. En dat is dus mijn inspiratiebron. En wat ik zelf er heel prettig aan vind aan die Kabbala,
in tegenstelling tot de meeste geloven uiteraard, is dat het uitgangspunt van de Kabbala is van geloof vooral niks wat je niet zelf onderzocht of ondervonden hebt. Want anders dan is het dogmatisch of geloof. Maar als het niet werkt, dan is het niet zo. Dus het doet echt appel op een kritisch onderzoek van... Zelfdenken. Ja, ja. En is dat die Kabbala een geloof met een traditioneel godsbeeld? Niet het christelijke godsbeeld in ieder geval. De Kabbala gaat ervan uit dat er niets is wat God niet is. Het hele universum is God. Jij bent een stukje God, ik ben een stukje God. De natuur... Dus niet zoals ik geleerd heb. Ik ben van een geformeerde huis oorspronkelijk. En ik heb mij toch altijd God voorgesteld als een oude man op een wolk die bliksems naar beneden stuurde en voor overstromingen en andere ellende zorgde. Dat is het niet. Zonder spotternij. Het katholieke God is dezelfde chagrijnige oude. Ja, wraakzuchtig opperwezen. Ja. Ja, ja. Maar dat is het dus niet. Nee, die is het helemaal niet. God is heeft geen beeld, heeft geen. Kun je die persoonlijk maken in vanuit de filosofie van de Kabbala, omdat alles een deel van God is. En heeft meteen de consequentie dat je ook met alles moet omgaan alsof het God is. Als ik jou ontmoet, moet ik jou ontmoeten alsof ik God ontmoet. En dat verandert natuurlijk je hele manier van met het leven omgaan. Je krijgt ontzag voor alles. Voor een bloem, voor een stuk vlees dat je tot je mag nemen. Dus een stukje God in wezen dat je dan opeet. En doordat in zijn volheid proberen te laten doordringen, dat het hele universum uit één grote intelligentie bestaat, die zichzelf voortdurend ontwikkelt en evolueert, en waar we zelf een deel van zijn, ga je ook op een hele andere manier met de aarde, met de medemens en met je eigen leven om. En wordt ineens ook je eigen levenspad veel belangrijker dan dat je hier lukraak als Jan Lul rondwarrelt, zonder dat je bewust bent van de enorme verantwoordelijkheid die je ook hebt. En de taak die je hebt, zoals jij zegt. Ja, ja. Dat het onze verdomde plicht eigenlijk is om het beste uit onszelf te halen en een bijdrage te leveren. Dat we daarvoor naar hier zijn gekomen, dat het de enige reden is. Is er bijvoorbeeld gebed in de Kabbala? Ja, er is gebed inderdaad. Het is gebaseerd op het Jodendom, dus alle tradities van het Jodendom zul je ook in de Kabbala terugvinden. Alleen ontdaan van religiositeit in de zin van blind geloof. Je zou gebed in de Kabbala bijna meer formules kunnen noemen. Kan je een voorbeeld geven? Ja, dan kom je op het terrein van de werkelijke kabbalisten terecht, wat ik niet ben. Maar zij beschouwen die teksten werkelijk als het zijn 300.065 letters ongeveer, de Torah. En iedere letter staat perfect als een cryptogram op de juiste plek. Dus je kan niet één letter op een andere plek zetten, want dan valt dat hele cryptogram uit elkaar. Dus zij beschouwen dat werkelijk als een soort van geheimcode, zou je kunnen zeggen. Net als chemische formules van H2O is water. En als je die O ergens anders zet, dan is het een heel ander element. En dus in die zin, als zij die woorden uitspreken, dan spreken ze formules uit. Ook een naam bijvoorbeeld beschouwen zij als een formule van, jouw naam is Peter en iedereen die jou Peter noemt, die geeft een bepaalde energie door dat uit te spreken. Het is heel anders als jouw zoontje, papa dan waarschijnlijk, zeg maar, als die Peter zou zeggen, of je vrouw, of je vader. Daarin word je bepaald in je definitie. Daarom veranderen kabbalisten ook na verloop van tijd vaak van naam, omdat bepaalde energie niet meer bij je past. Dan leg je die af en word je een nieuwe persoonlijkheid. En in die zin zijn zij ongelooflijk taalpuristen en gebruiken ze ieder woord eigenlijk als is heilig, is maar heilig in de zin van exact. En ja, dat vind ik er zelf ontzettend mooi aan. En dit is waar je in verdiept, maar je noemt jezelf niet een kabbalist. Nee. Waarom niet? Nou, wat ik jou nu uitleg is iets wat ik zelf niet doe in die zin.
Wat ik eigenlijk doe, ik vang de parels op die kabbalisten allemaal ontdekken, maar die ze zelf in ongelooflijke mystieke taal neerschrijven, waardoor dat er eigenlijk niemand hier in het Westen zich geroepen zou voelen om daar eens even een boek over te lezen. Maar ik denk dat ik het vermogen heb om die hele mystieke teksten, om die heel helder en simpel en concreet naar ons toe te vertalen. En dat is eigenlijk wat ik zelf als roeping ervaar. Dat is jouw taak? Ja. Ja. In kabbalistische termen? Ja, om wat ik daarin ontdek te delen en op een begrijpelijke manier in spannende verhalen weer door te geven, ja. Maar dan toch nog even voor mijn goede begrip, waarom neem je dan niet deel aan de rituelen? Nou, wel een aantal rituelen, zoals de Shabbat bijvoorbeeld. Dat is een wekelijks terugkerend ritueel. Dat is iets wat we wel met ons gezin vieren en wat een hele grote verrijking is voor ons gezinsleven. Ook iets wat we echt niet meer kunnen missen uit ons leven. Omdat ik ben altijd een workaholic geweest. Ik heb hiervoor werkte ik in theater en was ik eigenlijk 7 dagen op 7 altijd bezig, altijd weg. En die Shabbat is bewust een dag een stap terugzetten en stilstaan bij waar het werkelijk om gaat in het leven. Even bezinnen met elkaar, even werkelijke gesprekken met elkaar voeren. En dat is op een duur verslavend, op een duur dan, ja, die Shabbat die is heilig, die wordt iedere vrijdagavond wordt hier gevierd met alle rituelen die erbij horen. En die hele zaterdag brengen we met ons gezin door en doen we echt bijzondere leuke dingen. Dus dat zijn rituelen die ik absoluut wel heb overgenomen. Is er in dat geloof een hel, een hemel, een eindpunt, iets waar we naartoe evolueren met z'n allen? Verlichting? De Kabbala die gaat uit van de reïncarnatie, maar dan niet letterlijke reïncarnatie in de zin van dat we... Na zoveel dagen boven de aarde, ja, nee. Na de dood, terugkeren als een mens of een dier of een voorwerp? Nou, het is eigenlijk ook bijna een wetenschappelijke benadering van de reïncarnatie. In de zin van, wetenschappelijk kan energie nooit verloren gaan. Energie transformeert altijd tot iets anders, maar energie is iets wat nooit kan verdwijnen. Een mens die bestaat natuurlijk voor een groot gedeelte uit energie. En wanneer een mens sterft, kan die energie niet verloren gaan. En ik denk iedereen die ooit bij een sterfbed heeft gestaan, vlak voordat iemand overleden is en vlak daarna, dan zie je dat ook letterlijk. Het ene moment is iemand nog bezield, is dan nog werkelijk die trekken en dat karakter in. En wanneer hij alles heeft losgelaten, dan merk je ook dat er een stukje weg is. Die bezieling letterlijk is eruit. En dat is wat zij dan de ziel noemen, die energie eigenlijk, die transformeert, die opgaat in de grote energie en die als iets anders weer een nieuwe vorm vindt, een nieuw leven, nieuw weet ik veel. Dus in die zin geloven zij in reïncarnatie. En niet in hemel of hel of straf of doemenis? Nee. Nee, dat, al dat schildbeladene, wat ik zelf inderdaad ook... En de repressie. Ja. Dat is er niet? Nee, dat is er allemaal niet. Nee. Dus geen straf ook? Nee, ja, je straft jezelf altijd, uiteindelijk. Het is ook, in die zin zijn er ook overeenkomsten met het Oosterse godsdienst. Het is eigenlijk een soort van karma. Van, het maakt niet uit dat je eigenlijk ontzettend slechte dingen doet, want je betaalt zelf de prijs altijd. Het komt altijd vroeg of laat op je eigen pad terug. Zoals ja, de wet van actie en reactie van Newton. Van elke actie leidt tot een gelijke tegenstelde reactie, namelijk in je eigen gezicht weer terug. En dat heb je af en toe nodig. En Kabbalah waardeert veel meer mensen die het leven aangaan en die daardoor onnatuurlijk stommiteit hebben gegaan, maar die wel iets proberen, dan mensen die heel deugdzaam volgens de regeltjes proberen te leven, maar ondertussen geen donder uitvoeren. De Kabbalah doet eigenlijk appel om werkelijk het leven in zijn volheid aan te gaan. En daar hoort natuurlijk bij dat we stommiteit hebben gegaan. En als we dan nu teruggaan naar dit boek, Rachel. Ja. Wat is dan jouw taak in dit boek geweest? Wat mijn taak geweest is? Ik hoop door middel van dit verhaal
een heleboel van dit waar je het over had. Dat zondige gevoel van seksualiteit gecombineerd aan religie, dat dat onzin is. Dat dat eigenlijk in essentie ook nooit zo geweest is. Dat men dat er later van gemaakt heeft. Dus, en dat geeft mijzelf in elk geval een heel erg bevrijdend gevoel van Jezus, ze hebben ons wel wat wijs gemaakt, maar het is niet erg, want als we nu eens gewoon ons eigen verstand gebruiken en we gaan terug naar die wortels, dan zien we dat natuurlijk in oorsprong seksualiteit de kracht was van het leven, waar het leven uit voortkwam en dat heilig is. En ik hoop mensen daar in elk geval, denk een heleboel mensen die met name ook dit soort achtergrond hebben, toch wel in eerste instantie zo schrikken van, hé, is dat wel zo? En als ze dan van bronnen zo naar kijken, zoals merken dat dat inderdaad zo is. En dat dat heel bevrijdend is, dat seksualiteit het vieren van het leven wordt. En dat je er ook keuzes in hebt. Je kunt daarin dan kiezen, zoals een bepaald personage in het boek, om eigenlijk zoveel mogelijk mensen te beminnen en rond te neuken, om het zo te zeggen. Er is ook niks mis mee. Maar het prijs die je daarvoor betaalt is natuurlijk dat je nooit de werkelijke verdieping zult vinden die je in een echte liefdesrelatie met elkaar aangaat. Dat je als mens pas ontwikkelt in relatie tot elkaar. Dat je dan elkaar uitdaagt, elkaar bevraagt, jezelf tegenkomt. En hoe fundamenteel dat eigenlijk ook een onderdeel van iedere levensweg is. En op die manier hoop ik een aantal inzichten aangaande de liefde uit hele oude filosofieën aan de hand van dit verhaal te kunnen delen, die hopelijk inspireren. En zou je kunnen zeggen dat het schrijven dan meer in het algemeen voor jou de missie is om een aantal van die oude taboes op te ruimen? Ook. Ik heb mezelf erg genaaid gevoeld, om het zo te zeggen, door het katholieke geloof. Er zijn me heel wat dingen wijsgemaakt, heel wat frustraties aangepraat, heel veel dingen verteld die ergens echt nergens op sloegen. Maar ik heb iets van, je kunt er een leven lang kwaad over blijven en je slachtoffer blijven voelen. Of je kunt het kind met badwater weggooien, of je kunt gaan kijken van, maar wat staat er dan wel? Waarom is dat dan toch duizenden jaren lang dat mensen in dat soort boeken wijsheid schijnen te vinden en inspiratie? Waar gaat het dan wel om? En dat is mijn fascinatie inderdaad, om te gaan, om al die bullshit eruit weg te snijden, terug te gaan naar waar komt het allemaal vandaan en waar ging het werkelijk om? En dan ben ik tot nu toe iedere keer opnieuw in mijn onderzoek verbaasd geweest hoeveel het ons nog te vertellen heeft, of hoeveel het in elk geval mij nog te vertellen heeft. En die verwondering die wil ik graag delen met mijn lezers. In je vorige werkende leven, niet je vorige leven, maar je vorige werkende carrière die je voor had, een theatercarrière, speelde dat daar ook, die drang om te determineren en uit te leggen? toen ik theater ging studeren, theaterregieopleiding heb ik gedaan. Toen was dat wel mijn ambitie, toen was dat wel mijn droom. Omdat ik toen ook theater zag als een ritueel, waar theater ook uit ontstaan is. Uit het kampvuur bij elkaar komen, verhalen aan elkaar vertellen. Een soort van priester of een ietswijzer, een man of vrouw die net betekenis probeert te geven aan het ongrijpbare van het leven, aan leven en dood en geboorte en huwelijk. Dat is de oorsprong van theater en ik hoopte een soort van nieuwe vorm te vinden om die essentie van theater terug tot leven te brengen. En niet van waar veel theater over gaat. Theater gaat dikwijls nu over theater zelf als onderwerp. Of over de zinloosheid van het bestaan. En is eigenlijk heel cynisch en depressief zijn de meeste theatervoorstellingen. En ik wilde net een andere kleur daar aan geven. Maar ik moet meteen toegeven dat ik op een paar uitzonderingen na, grotendeels in die missie mislukt ben. En dat ik daardoor ook uitgeblust geraakt heb op den duur, een soort van broodregisseur werd. Maar hoe komt het dat dat mislukte? Terwijl je maakt zo'n gedreven, geladen, energieke indruk. Het bijna niet voorstellen dat dan volgens mislukt in theater. Ja. Nou ja, ten eerste is theater natuurlijk een groepsproces, iets wat je met een aantal mensen moet doen. En de eerste jaren
De laatste jaren van mijn opleiding, de eerste jaren van mijn werkzaam bestaan als theaterregisseur, toen lukte het inderdaad wel. Toen had ik echt een aantal gelijkgestemde acteurs ook verzameld rond mij. Mark-Marie Huibrechts, Isa Hoes, Antonie Kamerling, mensen die ook een andere manier aan het zoeken waren om theater te maken. En toen hebben we inderdaad zonder geld, want we kregen geen subsidie, dus het was echt allemaal puur liefdadigheidswerk eigenlijk, hebben we een aantal, denk ik, hele mooie voorstellingen gemaakt, die ook een beperkt, maar wel heel enthousiast publiek bereikten. Maar de grote boze buitenwereld van het theater, die lachten ons uit. Die vonden dat onzin, dat wij levenslustige voorstellingen maakten. Bijvoorbeeld dat wij hoop gaven, dat wij positieve verhalen vertelden. Dat was zo not done. Dus we werden door de theaterwereld totaal niet serieus genomen. Daardoor kregen we ook geen enkele subsidiëring. En is dat doodgebloeid. Iedereen is zijn eigen bestaan gaan opbouwen. Die acteurs die moesten natuurlijk ook leven. En wat maakte dat je vervolgens voor het schrijven koos? Nou, ik was echt levend dood aan het gaan op den duur in dat theater. Ik werkte alleen nog maar in opdracht, in dingen die waar ik uitgebluste ogen van kreeg. En schrijven was al van jongs af altijd mijn missie geweest. Maar ik durfde dat niet. Ik dacht, dat is voor de grote... Dat kan ik niet. Dat kan ik niet, inderdaad, ja. Ja. Dat is voor de moeilijke van deze aarde, maar dat is geen denken aan dat ik dat zou kunnen laten staan, dat ik daarvan zou kunnen leven. Tot Zonneke geboren werd, toen dacht ik iets van nu is het afgelopen. Ik ga dit kind niet als voorbeeld geven, een papa die iedere avond uitgeblust op de bank komt en die dan tegen haar gaat zeggen, Zonneke, je moet je dromen leven. En die dan zelf met Jacques Chips voor de tv ligt te hangen. Nu moet ik alles op alles zetten. En toen ben ik begonnen met schrijven. Had je voorbeelden toen je ging schrijven? Helden? Ja. Waar ik zelf altijd door geïnspireerd geweest ben, is Paulo Coelho. Door ieder boek dat hij schreef, heeft mij altijd ongelooflijk bewogen en geïnspireerd. En tot tranen toe, dat je meegesleept werd in van, oh ja, daar moet het in essentie om gaan in het leven. Het zijn boeken die altijd heel veel voor mij betekend hebben. Op een heel ander vlak heb ik Umberto Eco altijd ontzettend bewonderd. Omwille van hoe dat hij mij als vehikel een spannend verhaal zo ongelooflijk veel kennis etaleerde. Zonder dat het belerend werd, maar die op een speelse manier in die boeken te weten kwam. Allemaal van die kleine details en enorme inzichten ook die hij deelde. En ja, een ander soort held, niet omdat zo'n grootste schrijver is, maar omdat hij zo'n ongelooflijk een métier beheerst dat eigenlijk hier in Nederland niet serieus wordt genomen, Dan Brown. Iemand die verbluffend page-turners kan schrijven, waarbij je vanaf bladzijde 1 op een trein wordt gezet en je niet meer loslaat tot je op de eindstation gekomen bent en alles in elkaar haakt en daar dan onder toch een bepaald... inzicht of een ontdekking van hem verweven dat hij wilde delen. Dus dat zijn drie schrijvers waar ik een soort van mix van geworden ben, denk ik. En wat hebben ze met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal gefascineerd door de grote vragen van het leven. Door een onderstroom van mystiek. Ja, ja. Ja, hoe het leven in elkaar zit en religie is ook bij alle drie een belangrijk thema. Het belang van het vrouwelijke vind je ook bij Eco iets minder, maar zeker bij Dan Brown en bij Paulo Coelho heel erg terug. En het zijn ook alle drie mensen die een spannend verhaal als middel kiezen om iets meer te vertellen, die niet puur de ambitie hebben van goh, een whodunit, een heel spannend boek, maar die een spannend boek schrijven met... Als strategie. Als strategie, ja, inderdaad, ja, ja, ja. En dat is ook jouw bedoeling? Ja, precies, ja. Een strategie te hebben.
Ja, en ik vind het ook prima als mensen dit boek als een spannend boek lezen. Waarbij ze zich afvragen van voor wie zou Rachel uiteindelijk kiezen. Dat vind ik prima. Het boek is nu van de lezers. Maar voor de mensen die meer willen, dan denk ik dat die ook op hun wenken bediend worden. En dat is wat ik ook met name ook over andere boeken voortdurend terug hoor. Dat mensen vaak het boek twee keer lezen. De eerste keer vanuit hoe gaat het aflopen. En dan een tweede keer nog eens rustig om alle onderliggende zaken nog eens tot zich te nemen. En dan heb je dus twee boeken voor de prijs van één. Dus, het is goede zaken met een boek van mij.